Na een zeer goede eerste seizoenshelft en zelfs een plekje in het Nederlands elftal, raakte Stijn Schaars helaas geblesseerd. Na een lange periode van herstel kon Schaars in de thuiswedstrijd tegen Sparta eindelijk weer minuten maken in het shirt van Heerenveen. We zijn op de weg terug. Laatste twee wedstrijden weer wat minuutjes gemaakt en wel naar tevredenheid moet ik eerlijk zeggen. In mijn bewegen is het redelijk vrij. Of gewoon vrij moet ik eigenlijk zeggen. En tegen Sparta winnen we dan, tegen Vitesse hadden we denk ik toch wel een redelijke tweede helft. Alleen benutten we de kansen niet. Dus ja, we hebben eigenlijk wel zin in zondag. Toekijken is natuurlijk niet wat je wil. Je bent ook met een bepaalde doelstelling hierheen gekomen in de zin van dat je echt iets wil toevoegen. Ja, en als je dan langs de kant komt te staan, dan valt dat natuurlijk weg. Omdat ik ook niet alleen voor het voetbal hier ben, maar ook een bepaalde structuur te brengen. Een bepaalde manier van denken. Dat valt dan een beetje weg en dat is wel jammer. Ja. Problemen heb ik eigenlijk 12, 13 jaar geleden opgelopen. En daar ben ik toen een aantal keer aan geopereerd. Ik had toen een stressfractuur in de enkel. En daar heb ik eigenlijk 12 jaar geen last meer van gehad. Alleen, ik denk dat het door de kunstgrasvelden komt. De afwisseling tussen gras en kunstgras. Die omschakeling, dat daar de enkel niet goed tegen kan. En is dat probleem weer gaan opspelen. Dus daar kreeg ik weer steken precies in het gewricht. En daar kan je eigenlijk niks tegen doen. Alleen maar rust nemen. En ja, accepteren dat het zo is. En na een tijdje proberen weer op te trainen. Nou, dat hebben we gedaan. En eigenlijk kom ik daar wel redelijk goed doorheen. De belastbaarheid is nog niet zo dat ik elke dag volle bak kan gaan. Maar ja, het wordt wel steeds beter. Tegen Sparta, ja, mocht je er dan eindelijk, of kon je er eindelijk weer in? Ja, heerlijk. Heerlijk. Het waren maar 25 minuten geloof ik. Maar het is zo fijn om weer tussen de jongens te staan. En gewoon weer onderdeel te zijn van het groepsgebeuren. En dat je dan nog niet je niveau haalt of dat er dan nog stappen gemaakt moeten worden. Dat is dan eigenlijk, dat telt dan even niet. Maar gewoon het feit dat je er weer tussen loopt en dat je je energie kwijt kan. Ja, dat is gewoon fijn. De wedstrijd van afgelopen weekend tegen Vitesse hield iedereen voor even zijn adem in. Na een ongelukkig moment met Arnold Kruiswijk kreeg Stijn wederom veel last van zijn enkel. Nou ja, die trap die was op dat moment was hij wel heel gevoelig, maar dat liep ik er verder wel uit. Hè. Dat hoort ook bij voetbal. Hè. Dat is contactsport en iemand kan een keer te laat zijn. Dus dan, was wel even misschien ook wel een beetje de schrik. En op dat moment van het zal toch niet, weet je, want ik voelde gelijk een paar steken. Maar het trok helemaal weg, dus ik kon ook gewoon de wedstrijd uitspelen. Dus dat was prima. Tweede helft Vitesse. Ik denk dat jullie niet eens de mindere ploeg waren. Alleen ja, die goals vielen dan toch voor hun. Ja. Welke stappen moeten jullie nog maken zodat dat niet meer gebeurt? Ja, maar het begin is, dus als je met een vaste ploeg gaat spelen die speelt zoals de tweede helft tegen Vitesse, dan ga je die wedstrijd niet meer verliezen. Omdat de eerste helft heb je zo weinig initiatief dat je eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aanloopt. En dan ga je de tweede helft ga je heel veel erin stoppen. En dan heb je eigenlijk nog twee hele grote kansen als je ze maakt. Dan zit je gewoon weer vol in de wedstrijd. Maar dat gebeurt dan even niet. Maar de fout zit eigenlijk al ervoor dat je gewoon een wedstrijd weggeeft. Dus dan loop je achter de feiten aan. Ja, en dan counteren naar 3-4-1. Ja, dan is de wedstrijd gedaan. Maar als je zo begint zoals wij de tweede helft op een gegeven moment spelen. Ja, dan weet Vitesse het op een gegeven moment denk ik ook niet meer als wij er zo makkelijk doorheen voetballen. Dus ik denk niet zozeer dat we heel veel moeten veranderen, maar dat je vooral vanaf minuut 1 een heel hoog niveau moet proberen te halen. Zodat tegenstanders ook vermoeid raken, omdat ze het achter jou aan moeten in plaats van dat jij achter de tegenstander aan loopt. Ik wil met Heerenveen die play-offs in, die wil ik winnen. Heel simpel. Ik vind dat wij de eerste seizoen zelf te goed voetbal hebben laten zien om deelnemer te zijn. We moeten hem ook gewoon winnen. Maar dan moet het niveau weer omhoog en daar zijn we met z'n allen mee bezig om weer naar die focus te gaan. Dus dat is het eerste doel en dan heb je volgend jaar Europees voetbalvoorbereiding. Dus dan kan het weer gewoon een heel leuk seizoen worden. En dan kunnen we jou ook wel nog een aantal seizoenen bij Heerenveen verwachten? Nou ja, ik ben niet bezig met een andere club, absoluut niet, nee. Ik ben heel goed ontvangen door de mensen en ik ben eigenlijk alleen maar positieve mensen tegengekomen. Iedereen straalt energie uit, iedereen wil er echt wat van maken. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar dat kan ook bij mij, maar dat kan bij iedereen. En ik moet zeggen, het leeft hier wel. Het stadion zit altijd vol, trouwpubliek. Dus ja, eigenlijk bevalt het me goed. Ja, de Friese mentaliteit, dat past jou wel? Ja, nou ja, ik weet niet wat de Friese mentaliteit precies is. Want we hebben natuurlijk een trainer uit Brabant en ik zelf kom een beetje uit het midden van het land. Dus ik heb daar niet heel veel mee te maken.
Ik moet wel zeggen, als jullie onderling gaan praten, dan haak ik af. Dan ga ik gewoon ergens anders heen, denk ik. Want daar krijg ik niks van mee. Maar ja, gewoon de hele manier hier, hoe we met elkaar omgaan, dat bevalt me prima. Wat is jouw hoogtepunt geweest tot nu toe bij deze club? We zaten op een gegeven moment wel in de flow dat ik wist van we gaan het veld op en we gaan de tegenstander domineren en we zien wel wat het wordt. Maar we zijn in ieder geval de betere ploeg en dat was wel een heerlijk gevoel. Dat we, ik denk, een wedstrijd of 8 achter elkaar echt wel beter waren dan de tegenstander, of in ieder geval gelijkwaardig aan top 3 ploegen. Ja, dat wil je creëren met z'n allen en dat is mijn meest positieve punt van dit jaar bij Heerenveen. Nou, hopelijk gaan we het snel weer tegemoet. Dat is wel de bedoeling, ja. Daar doen we dus alles aan om weer dat niveau te halen.